vanuit het huistheater, waar ik zelf muziek maak, want ik ben muzikant van mijn vak, is eigenlijk in 1985 alles begonnen. In 1985 ben ik begonnen met het schrijven van teksten op muziek zetten en uitvoeren in kleinkunstprogramma's. En daaraan gekoppeld had ik behoefte om in de pauzes van de programma's iets te laten zien over de historiciteit van Groede. Wel, dat is natuurlijk heel langzaam gegroeid. We hebben 10 jaar erover gedaan om te komen tot een formeel museum. Tussen 1985 en 1995 zijn de eerste dingen ingericht. En in 1995 is het Vlaams Erfgoed door een toenmalige burgemeester geopend. En dan verder nog behoorlijk gegroeid tot we zijn waar we nu zijn. En nu begint het een beetje zijn kinderschoenen te ontstijgen. Het is echt wel een item in de streek en wij ontvangen eigenlijk bovenregionaal tot 200 kilometer weg ongeveer, ontvangen we behoorlijk wat gasten met bussen en zo. In deze historische bakkerij kunnen ook activiteiten plaatsvinden. De mensen van de zorgbedrijven die we hier in de formule hebben, die komen hier ook af en toe suikerwafeltjes bakken of koekjes bakken. Naast de historische bakkerij waar dagelijks verse producten gemaakt worden, misschien leuk om even een shot te maken. Kijk, ik dacht, Wietske, je moet er even op, hoor. Ja, leuk, hè? Dit is de kapperswinkel, zoals ze het hier vroeger zeiden, hè? Met een herenafdeling en een damesafdeling. Van allerlei dingen, een heel compleet inventaris. Er waren hier vroeger ook 2 kappers, waarbij je zaterdagsmorgen zo kon laten scheren en dergelijke. Dus dit interieur is van 1928 ongeveer, dus dat geeft wel een goed beeld van hoe het in die tijd was. François is een van de gidsen in het Vlaamse erfgoed en die gaat iets vertellen over de timmerwerk. Laat me misschien over dit stukje iets vertellen. Ja, hier ziet u dus een voorbeeld van het onderstel van een boerenwagen. De timmerman die werkte voornamelijk met mallen, alle soorten houten gereedschap van vroeger. Dit is dus nog een schaaf die met 2 personen moest bediend worden. Zo groot en zwaar was die. Onderaan die gaten, daar werd een touw aan bevonden. En er was 1 persoon die trok dus aan die touwen. En de 2e persoon die duwde dus de schaaf plat op het te schaven hout. Ja. Nou, het is dus wel zo, als je daar een dag mee gewerkt had, dan wist je s'avonds wel dat je gewerkt had. Oké, dan veel later is dus de lintzag gekomen. Nou, die zag er eerst niet zo goed uit, maar dat is dus de eerste lintzaag op stroom. Hier zie je nog een diverse collectie andere schaven, verschillende afmetingen, hoogte, grootte, diktes. En stoeltjes boor, zoals je zelf kunt lezen. Oh, en dat is een handboormachine? Ja, dat is een stoeltjesboor. Dat werd dus in de bladen van de stoel, die werd erop gelegd en geboord. En dat was dus waar de stoelpoot in kwam. Oh ja. Nee, die zijn er dus ook in diverse afmetingen. En die werd de stoelpoot dus iets te groot gemaakt en dan erin geslagen, zodat hij goed klemde. Oh ja. Nee? Kijk, en dan hadden we hier, dat is ook fijn om te weten, de schilder en de glaszetter. Nee. En tegenwoordig, als er ergens een ruit moet vervangen worden of zo, dan plaatsen ze die ruit op een vrachtwagentje van een schildersbedrijf of een glaszetter en dat wordt ter plaatse gebracht. Ja. Maar vroeger werd met dit ding, hier werd het glas op bevestigd en dan werd dit op de rug van de glaszetter gemaakt. Gehangen. Dus die reed dus met de fiets, met dat ding op zijn rug, naar de plaats waar het glas moest geplaatst worden. Kijk, alle soorten verf werden hier ook verkrijgbaar. Dan waren er allemaal monstertjes en dit zijn proefstukken daar bovenaan. Alles werd ook zeer nauwkeurig bijgehouden. Hier zie je nog het bestelboek. Mooi. Okay. Dat was dus alleen voor de rijkere, welgesteldere mensen, want de gewone mensen die konden dat niet betalen toen in die tijd. Je hoeft hem niet te zien, maar je hoort hem al. Dat was vroeger in het dorp ook zo, de aanbeelden. Er waren verschillende smeden en hier is dus een smid aan het werk zoals je ziet. Dan lopen we een klein eindje verder.
naar de werkplaatsjes en dan gaan we naar Herberg de Natte Pij. Nou, om te beginnen waren vroeger in Groede heel veel kleine cafeetjes. Daar ging de landarbeider, als hij zijn centen gekregen had, de helft onmiddellijk verdrinken, want zijn botten deden zeer van op zijn knieën in de klei zitten om er bieten uit te trekken. Dus die cafeetjes waren ook een soort troost voor mensen die ontzettend hard moesten werken. Dan hebben we hier ook een kleine nutsbibliotheek. In Groede was vroeger een bibliotheek en die was opgezet door de Vereniging tot Nut van het Algemeen. Dat was een maatschappelijke organisatie die hier in halverwege de 19e eeuw ook een kleuterschool stichtte en dus een bibliotheek voor de bevolking. Die zat vroeger aan de markt en wij hebben een kleine bibliotheek met waardevolle documenten zoals een katsbijbel en allerlei dingen die eigenlijk echt antiquarisch zijn, hebben we hier achter glazen deuren om te bekijken. Dan hebben we ook nog een textielwinkeltje, want mensen moesten gekleed gaan. Dik ondergoed vanwege de kou als je op je zoldertje lag in een klein landarbeidershuis. En dat werd in van die kleine winkeltjes ook aangeboden en verkocht. Soms verkochten ze alleen maar knopen en band en garen en anderen verkochten dan weer ondergoed. Het was natuurlijk allemaal om vaak alleenstaande vrouwen van een stukje inkomen te voorzien, omdat de mannen vroeg overleden, want die moesten dus veel te hard werken eigenlijk in die klei. Ja. Kijk, dan hebben we hier wat wij noemen onze erfgoedwinkel. Dat is eigenlijk een combinatie van vers en lekker, streekproducten van zorgboerderij Jutsom. En aan deze kant een hoek met spulletjes voor Stichting Groede. Stichting Groede krijgt geen subsidie, dat vinden we heel vervelend. Daar krijgen we zo langzamerhand ook wel een beetje genoeg van. Maar het is helaas zo. En we proberen natuurlijk toch om een klein beetje iets binnen te halen, want anders is het niet boven water te houden. Vandaar deze spullen. En als mensen op bezoek of voor het museum komen, dan kopen ze hier een entreekaart en dan krijgen ze een stukje uitleg. Als het slecht weer is, kunnen mensen hier ook spelletjes doen. Kinderen doen dat soms. En we hebben hier ook een proeverijruimte, omdat we dus sappen en wijnen verkopen via Vers en Lekker. Appelsap wordt ook op de soort geperst, dus we hebben Jona Gold en we hebben Goudrenet. Smaakt heel anders. Een heel klein kruidenierswinkeltje, zoals er voor de oorlog in zijn totaliteit niet met allemaal dezelfde producten natuurlijk 40 waren. Of misschien nog wel meer. In mijn theaterprogramma van dit jaar verwerk ik een lijst met gegevens van Groede, van een hele oude mevrouw die dat mij heeft toegestuurd. Er waren er nog veel meer. Er waren weduwen die gingen sokken breien en daar een winkeltje van maken. Hier zie je al wel dat er heel veel producten in een kleine winkel tezamen aanwezig waren en verkocht werden. Winkeltjes waren niet groter dan dit. Er konden 4, 5 mensen in staan en dan was het vol. Wat we tot nu toe gezien hebben geeft een korte indruk van wat het Vlaamse erfgoed is. Er valt van alles aan te beleven. Voor kindergroepen een programma. Volwassenen kunnen ook iets gebruiken en ondertussen rondsnuffelen. Wat we nu niet gedaan hebben is de Lutherse kerk, want dat is om de hoek en dat is eigenlijk bijna een item apart. Maar die hoort ook wel bij het Vlaamse erfgoed. Dat is eigenlijk het enige echte monument naast een timmerwerkplaatsje van 1880. En wij hopen natuurlijk dat mensen die dit zien zich uitgenodigd voelen om hier eens een bezoek te brengen. En dus langs de Lofpad onder verliet de merelaar zijn nest. Ik kon niet deu, het ging maar dragen, maar het ging al voorbij, zo weer.